Hoi allemaal, welkom, hartelijk welkom ook als je hier nieuw bent en blijf kijken en abonneer je daarna als je het leuk vindt. Ik ga vandaag lichte chocolade botercreme maken, dus blijf kijken. Zie je deze pan, die vul ik met heet water uit de waterkoker. Dat doe ik omdat ik zo meteen de chocolade hier bovenop ga zetten. 250 gram chocolade ga ik bain-marie laten smelten. Ik heb hier wat bloempap. Dat is om de smaak van de boter minder te hebben. Smaak dus minder naar boter, bedoel ik. Nou, in een andere kom heb ik boter op kamertemperatuur. Probeer eigenlijk als je botercreme maakt, boter 1 of 2 dagen van tevoren gewoon buiten de koelkast te laten, zodat die echt zacht wordt. In dit geval, de boter die hier zit is wel zacht, maar het kan nog zachter. En een tip om het zachter te krijgen is dat je de boter in een plastic schaal, dit is nu een metalen schaal, die moet je nooit in de magnetron zetten. Maar zet het in een plastic schaal en laat het een paar seconden in de magnetron. En dan wordt die zachter en dan kan je gewoon steeds een paar seconden doen en gewoon met je vinger voelen. En dan voel je vanzelf, als je vinger er echt gemakkelijk er doorheen gaat, dan is de boter zacht. Dus op die manier kan je het zachter krijgen. Ik heb deze een dag van tevoren en het is koud weer hier, dus het is nog niet echt zo zacht zoals ik het wil hebben. Maar ik ga met mijn mixer het zachter krijgen. Intussen is de chocola rustig aan het smelten. Af en toe is het een beetje roeren. En dit is echt gewoon heet water in een kom. Hè. De pan is niet op vuurtje of zo. Het is echt gewoon heet water in een kom. En de chocola rustig laten smelten. Ik ga verder met de boter. Die ga ik dan nu met een mixer, zoals ik eerder zei, mixen. Dus eigenlijk gaat het eigenlijk, je kan rustig zeggen, je gaat het klutsen. Want dus mixen, klutser. Komt op hetzelfde neer. Dus gewoon mixen en net zo lang mixen tot het zacht en romig is. Intussen weer naar de choco kijken. Het gaat goed, het smelt, het gaat prima. Af en toe eens even roeren, stevig roeren. Ik zie dat het... Zoals je ziet, het is bijna klaar. Dan haal ik het heet water weg, zeg maar. Die gooi ik dan weg. En dan ga ik even verder met roeren op de nog warme pan. Flink blijven roeren totdat het alles goed gesmolten is. Nou, dan verwijder ik, als alles gesmolten is, de pan. En leg de chocola op een schaal, zeg maar, een andere kom. Niet een schaal, een kom. Even roeren en dan laat ik het staan. Ga weer verder met de boter. Zoals je ziet, je kunt zien dat het al wat zachter wordt. Dus ik blijf gewoon doormixen. En ik blijf dit gewoon gerust 10 minuten doen hoor. Ik gewoon op je gemak, gewoon mixen. Totdat je ziet dat de structuur van de boter gaat veranderen. Het wordt wat gladder, het wordt wat romiger. Ja, gewoon door blijven gaan totdat het eruit komt te zien. Alsof het een soort van slagroom is. Ja, ik doe nu met een handmixer. Je kan natuurlijk ook met zo'n standaard mixer mixen. Maar in dit geval, omdat ik de boter echt zacht wil hebben. En met een standaard mixer heb je... Het middelste gedeelte, de mixer, die werkt echt in het midden. Maar aan de zijkanten heb je dan nog steeds de harde boter. Maar als je het gewoon van tevoren mixt, zeg maar, zoals ik het nu doe, dan kan je de zijkanten ook meenemen in het mixproces, zeg maar. Dus dan draai je de kom en dan mix je alles. Raakt de mixer elk stukje boter. Ja, je moet... het goed doen. Ja, weet je, bakken is niet gewoon dat je gewoon even zo iets snel doet of vlug, weet je wel. Je moet echt gewoon je tijd nemen. Goed meten en alles. Voor de beste resultaten. Dus dan neem je je tijd om de boter gewoon wat zachter te laten worden.
krijg je straks een betere crème. Een betere botercrème. Kijk, zie je, zoals je hier ziet, zie je dat toch. Je ziet hoe het eruit ziet nu. Het begint steeds meer op opgeklopte slagroom te lijken, toch? En ik blijf net zo doorgaan totdat ik vind dat het goed genoeg is. In principe zou ik hier al kunnen stoppen, maar ik ga toch nog heel even door. Ja, gewoon voor de beste resultaat. Daarom ga ik door. Kijk eens hoe prachtig het eruit ziet. Nou, nu die dan zo uitziet, ga ik een gedeelte van de poedersuiker eraan toevoegen. Ik ga ongeveer de helft van de poedersuiker, dus eigenlijk ongeveer 125 gram poedersuiker, ga ik nu eraan toevoegen. Dan ga ik het mixen. Een beetje rustig mixen, niet te hard, want anders gaat het heel erg opstuiven. Gewoon rustig, totdat alle poedersuiker met de boter gemongen is. Ja, nu even stoppen, want dan ga ik weer een deel van de poedersuiker erbij doen. En als je botercrème maakt, is het gewoon, ligt het aan jou hoe zoet je het wil hebben. Wil je het heel zoet hebben, dan doe je zeg maar, als je botercrème van 500 gram boter, dan gebruik je ook 500 gram poedersuiker. Maar als je het minder zoet wil hebben, dan gebruik je 300 gram of zo. Nou, ik heb de poedersuiker erbij gedaan, zeg maar. Dan ga ik nu de pap erbij doen die ik van tevoren gemaakt heb van bloem. Ik heb deze pap met 45 gram bloem gemaakt en 500 milliliter melk. En dan heb ik het gekookt en heb ik het laten afkoelen. Meestal kook ik deze pap een dag van tevoren. En als de pap klaar is, doe ik zo'n plastic laagje erop om geen velletjes te vormen. En de volgende dag is het dan goed om te mengen met de botercrème. En wat ik eerder zei, het zorgt ervoor dat het niet, echt naar boter smaakt en ook niet zo plakkerig is. Maar het echt voelt als een soort van neppen. Want dan zeg ik een neppe slagroom. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja, dan lijkt het net een beetje op slagroom. En het, ja, je proeft niet echt een botersmaak. Het is echt heel lekker. Het smaakt gewoon heel lekker. Botercrème op deze manier gemaakt. Je zou bijvoorbeeld ook custardpap kunnen maken. En met de botercrème vermengen. Dan heb je een beetje zo'n custardsmaak. Het is echt heel lekker. Ik voeg nu de gesmolten chocola eraan toe. Ik heb, wat ik eerder zei, 250 gram chocola laten smelten. Je kan erover kiezen. Daar heb ik echt een lichte botercrème. Een beetje crème-achtige botercrème. Maar als je het donkerder wil hebben, dan voeg je natuurlijk meer chocola toe. Dan kan je ervoor kiezen om 500 gram chocola eraan toe te voegen. Meestal kiest men ervoor om donkere chocola te gebruiken voor hiervoor. Maar ik heb voor melkchocola, geen choco-chocola. Wat is dat? Melkchocolade heb ik gekozen. En dan krijg je echt zo'n lichte bruine kleur. Echt bijna beige crème. Nee, ik denk dat het toch donkerder als crème is. Beige kan ik eerder zeggen. Kleur krijg je dan. Dan ben ik het goed aan het mixen verder met de handmixer natuurlijk. Dan ga ik het vervolgens verder afwerken in de standaard mixer. Daar voeg ik nu de rest van de poedersuiker aan toe. Ik gebruik voor dit recept gewoon 500 op 500. Dus ik bedoel te zeggen, ik heb 500 gram boter en ik gebruik ook 500 gram voor deze botercrème aan poedersuiker. In de eerdere crème die ik eerder in met de handmix heb gedaan, heb ik de 250 gram poedersuiker en in deze de rest van de poedersuiker. Zoals je gezien hebt, ik heb eerst de poedersuiker erin gedaan en daarna die crème. En dat doe ik echt bewust om het niet te laten opstuiven. Dan kan ik heel rustig de poedersuiker zich vermengen met de crème. En dan heb je niet zo'n wolk van zoet, zo'n zoete wolk.
Nou, dan doe ik de deksel erop. En dan ga ik eerst rustig mixen. En dan ga ik net zo lang door totdat ik alles goed door elkaar heb kunnen mixen. Ik heb het nu natuurlijk op de hoogste stand. Nou, ik stop nu en ik haal de beschermplaat eraf. Dan schraap ik de randen. Want ja, met deze mixer is het vaak dat de randen niet meegemixt worden. Dus dan moet je tussendoor eigenlijk stoppen en ervoor zorgen dat ook dat gedeelte dat aan de randen is vastgeplakt ook meegemixt wordt. Dan verspil je niks, hè? Want anders blijf je op de binnenste kant. Terwijl je dan heel veel botercrème vastgeplakt zit aan de randen. Dus die hoef je niet te verspillen. Dus die neem je dan ook mee in het proces. Nou, even naar de botercrème kijken. Nou, zo ziet het dan uit. Het is klaar in feite. Nou, we zijn op het punt om af te ronden. Dit is dus de botercrème. Geef me een like als je deze video leuk hebt gevonden. Deel het met vrienden. En als je iets erover wilt zeggen, kan het hieronder in de commentaren gedeelte. En dat was het dan. Tot de volgende keer, hè? Dag hoor!